En terwijl mijn kip net een slak op eet, ga ik eigenlijk verder in mijn aardappelenbed waar mijn middellate variëteiten staan. En sinds de vorige video waar ik de vroege aardappelen hier geoogst heb, eten we eigenlijk van de aardappelenrat. Ik ga de laatste hier ook nog oogsten. Hopelijk zitten er nog wat in de grond. Ik ga met de spade onder de plant. En hier zien we nog wat aardappelenrat. Ze zijn langwerpig van vorm. Ze zijn niet zo groot. We hebben een heel droog voorjaar gehad. Dus zijn de aardappelen niet de grootte wat ik verwacht had. Maar ik gebruik ze om in een ovenschotel te gebruiken. Wat kleiner. Ik ga ze goed wassen en bijna niet schillen. Zo. En die eten we eigenlijk al de hele zomer. Ik ga straks verder naar de late aardappelen waar dan de frietaardappelen in zitten. En hopelijk hebben we daar grotere exemplaren om frieten te maken. Tot straks in het andere bed. Ziezo moestuinvrienden, ik ben ook begonnen aan mijn bed met de late aardappelen. Dit zijn frietaardappelen, de variëteit is Agria en we eten dolgraag frietjes op vrijdagavond. En hopelijk komen we hier met dit bed van 1,20 meter op 5 de winter mee door. Ik heb hier al meteen een joekel vast. Die ongetwijfeld lekkere frietjes zal geven. Ik hoop dat er nog veel in de grond zitten. Kijk, je ziet in vergelijking met de rat die we daarnet oogsten met de Frieslander eerder dit jaar, dat dit mooie grote aardappelen zijn. En zo gaan we nog heel het bed verder gaan zoeken naar mooie dikke aardappelen om friet mee te maken. Zo moesten vrienden, we zijn half september en de aardappelteelt voor dit jaar zit erop. We hebben fantastische frietaardappelen. Agria, ik schat een 30, 40 kilo, dat zal ons wel heel de winter friet of patat geven, zoals de Nederlanders zeggen. Dit is de Cornegat, dat is een beetje een rasaardappel, die komt uit Frankrijk, die gaat alle kanten uit, maar schijnt een ware delicatesse te zijn. En dan de middellate aardappelen, rat, zijn ook langwerpige aardappelen. Ik hoop dat ik ze allemaal vlot geschild krijg, maar anders gaan ze gewoon met schil en al de pot in. Ik ben heel tevreden, ik hoop dat jullie allemaal aardappeltjes in de grond zullen steken tussen eind maart en mei en de maand mei. En dat jullie allemaal ook gaan genieten van deze ware delicatesse, de aardappel. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video.